Ja, even kijken of dat lukt. Ja. Stipt, 6:30. We zijn vanochtend in Rijzenhout bij de veredelaar Royal van Zanten. Normaal zijn er nu hele grote exposities hier. Dit jaar, omdat er natuurlijk van alles aan de hand is, Strange Times, zijn de V-trials bij Royal van Zanten. En de V-trials wil eigenlijk niks meer zeggen dat er heel veel virtueel wordt gedaan. Toch staat hier een ontzettend leuke presentatie. Ik ben uitgenodigd door Royal van Zanten om te komen filmen en te komen praten samen met... Wouter Jonkind. Daar is hij, Wouter Jonkind. Yes. Over de nieuwe planten. Eigenlijk, Wouter, ben jij meer een snijbloemenman, hè? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, hè? Dat zouden we niet vertellen, toch? Nou, dat ga ik wel vertellen, want het is ook wel leuk om te vertellen dat we dinsdag elkaar weer zien. Ja. Dinsdag gaan we even kijken bij de bloemen. Maar ik ben eigenlijk meer een plantenman. Ik vind bloemen is eigenlijk altijd een stukje... Je wilt een stukje van de plant. En de plant is het echte... Je wil bloemen toch niet gaan degraderen als een aftreksel van planten, hè? Wel? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Vertel eens, en normaal staat het hier vol. Dit jaar doen jullie wat anders. Klopt, inderdaad. Normaal gesproken hebben we hier in de tuin en hier in de kas hebben we de Flower Trials. Dat is een heel groot evenement. Er staan ook meerdere bedrijven hier normaal gesproken die hun producten tentoonstellen. De kwekers aan wie jullie leveren, neem ik aan? Ja, maar ook veredelaars. Met name veredelaars, dus een Danziger en et cetera. Okay. We bundelen hier de krachten, zeg maar, om één goede locatie te hebben om de producten te tonen. Uh-huh. Dus ja, je kan het misschien een klein beetje door het raam zien, maar hier de hele tuin staat normaal gesproken vol. Vanaf 2004 is er elk jaar dus hier een... Gaat een konijntje? Ja. Nou ja, zo zie je maar weer. Het is een voorbeeld van hoe biologisch wij telen eigenlijk, hè? Dat is ja, precies. En ook hier in de hal op kantoor, het is hier altijd één gekkenhuis op dit moment. En ja, op dit moment doen we dat door de V-trials. Mm-hmm. Dat hebben we een klein beetje losgetrokken met de planten en de bloemen. We hebben hier een deel planten, maar we hebben ook een heel deel webinars organiseren en hebben we georganiseerd, mm-hmm. Dus deze week. Ja. We hebben dit, zeg maar, om nog ook wat dingetjes te laten zien, hè? Om gewoon even een klein rondje langs de velden te kunnen doen. Ja. En we hebben op onze andere locatie, dat is hier echt 3 minuten vandaan, mm-hmm. Op het hoofdkantoor hebben we nog een deel snijbloemen staan. Ja. Ja. Dus dat doen we op dit moment met de V-trials. En daar zijn jullie nu allemaal live getuigen van, dus dat is heel mooi. Gaaf. En die webinars, dat gaat over productspecifieke onderwerpen of over algemene onderwerpen? Algemene onderwerpen en productspecifiek. Het is een deel dat we gezegd hebben van we willen mensen bekendmaken met Royal van Zanten het assortiment, dus dat is wat algemene. Ja. En we hebben gezegd van we willen mensen ook interesseren in wanneer ze productspecifieke dingen willen weten. Dus we hebben bijvoorbeeld gehad van een overzicht van alle hoogtepunten van de Flower Trials. Dat is wel leuk, een beetje oude jongens krentenbrood. Mm-hmm. Vanaf 2004 wordt dat georganiseerd. Roy was anders een van de founding fathers eigenlijk. Ondertussen zijn er 60 bedrijven. Dus hebben we gezegd, van, dan zetten we een beetje alle hoogtepunten. Ik ga er gewoon dwars doorheen. Ja, dus jullie zijn zeg maar van de Flower Trials de initiator ooit? Eén van de. We willen niet alle eer opstrijken, één van de. En al die andere veredelaars waar jullie normaal mee samenwerken, die zijn er nu niet. Die doen zelf ook dingen of hebben de meesten gezegd van nou laat maar gewoon zitten? Nee. Er zijn best wel veel initiatieven genomen op het gebied van de Flower Trials, virtuele dingen. Dus inderdaad webinars of een rondje langs, in de kas, zeg maar. Want vaak hebben die mensen toch hun product al opgezet, zoals mm-hmm. we dat dan noemen. Dus die zijn inderdaad daar wel mee bezig, ja. Absoluut. Oké, gaaf. Nou, weet je, we bewaren wat ik het meest interessant vind tot het laatst. En dat heeft iets te maken met zee en zout. Dus die gaan we nog even niet doen. Dan is het leuk voor de kijker om even 15, 20 minuutjes te wachten. Zo lang duurt een filmpje meestal. Ik heb iets gezien, mensen. Dat heb ik nog nooit gezien. En ik denk van, dat is echt gaaf. Maar goed, als ik aan Royal van Zanten denk, dan denk ik aan Alstomeria's en Chrysanthem. Dat klopt. Klopt dat? Ja. Deels. Gerbera's, is dat ook iets wat jullie doen? Nee, hè? Nee. Wat is nou echt, als je denkt aan de Royal van Zanten bloemen en planten, wat is dan jullie core business? Dat is echt de Chrysanthem en de Alstomeria? Ja. En de Statties. En de Statties. Zeg maar Statties Limonium, dat is ook wel echt een van onze hoofdgroepen. Die drie groepen, dat is zowel voor potplanten als voor snijbloemen, mm-hmm. zijn dat echt de grote dingen. We hebben hier wat
potgezantjes staan in allemaal waanzinnige kleuren. Is dit iets nieuws of dit lijkt bijna op een... Hoe heet dat nou? Zo'n anemoonachtig of... Ja, nee, ik kan helemaal niet op mijn naam komen. Spaanse Margriet. Ja. Ja. Nou, het is ook familie van elkaar, dus dat kan wel goed. Is dat zo? De grisant en de Spaanse Margriet is dezelfde geslacht, zeg maar. Oké, dat wist ik niet zo. Tot zover dokter Anders Jongkind. Ja. Nee, inderdaad. We hebben met onze potgrisanten willen wij graag laten zien... kijk, normaal gesproken staat het bekend als een najaarsbloem. Mm-hmm. Of najaarsplant eigenlijk. Ja. Ik zit nog in bloemen, ja, gewoon. Maar we willen graag laten zien dat het ook gewoon jaar rond kan. Daar willen we wat meer op inzetten. Dus mm-hmm. hebben we wat feestelijke kleuren. Ja. Maar bijvoorbeeld hebben we dat ook laten zien op een tentoonstelling als de Trex. Trex? De Trex, dat is een tentoonstelling, zeg maar, in de Haarlemmermeer is dat. Huh? En daar kunnen retailers en tuincentra en dergelijke kun je tafels laten zien. De mm-hmm. tafels, zeg maar, zoals die daar komen. Dus hebben we dat ook op deze manier samen met kwekers geïnitieerd om dat zo te laten zien. Mm-hmm. Ik zie hier iets, dit heb ik ook nog nooit gezien. Dit is een potje 8 of zo, potje 8,5 of potje 9? Ik denk een 6 zelfs, maar... Is het een potje 6? Ja, zou kunnen, ja. Als ik met mijn timmermans ogen... Zullen we even kijken? Is het potje 9? Volgens een potje 9 horen we op de achtergrond. Dat is heel klein. Van alles ingefluisterd. Ja. En dat is mooi, want ik werd mij verteld dat dit ook voor een kweker een heel fijn product is, omdat het vrij rap klaar is. Het produceert vrij snel inderdaad. En dat komt ook waarschijnlijk door het volume. Maar het is juist heel leuk dat het een heel klein, compact plantje is. Het heet de Hermosa. Mm-hmm. En dat wordt nu nieuw opgezet bij de kweker. Super grappig. En het, inderdaad, wat je zo ziet, als ik... dat hebben denk ik mensen van mijn leeftijd, ik ben al wat ouder hè. Dus ik ben een saaie oude man. Voor mij is een grisant toch nog steeds een beetje een bolgrisant. Ja. De garden mums. Ja. En dan denk je aan het najaar. Maar als ik dit zo zie, dan word je helemaal blij van. En ik zie dit, ik zie dit zo in de white tuin staan bij iedereen. Ja. Of op het, of op het terras of binnen. Ja. Ja. Superleuk. Ja. Superleuk. En ook zeg maar, hè, als je een beetje kijkt in deze kleurstelling en zeg maar zoals we het een beetje neerzet, is het gewoon een vrolijk gezicht. Absoluut. En daar hier staat er ook nog eentje, dit is een nieuwe dit. Die zag ik staan, ook superleuk. Ja. Ik pak hem gewoon eventjes. Ja, als bloemenjongen, er bestaat een Sun-Up Santini. Een Sun-Up Santini? Ja, ja die staat bij, ik zeg even uit mijn hoofd, kwekerij De Landscheiding in Zento. Ja, ja, die kennen we. En dit is de potplant variant ervan. Ongelooflijk. Die, ja, dat is superleuk, mensen. Deze is eigenlijk echt vers van de pers. Mm-hmm. Dus die is net de eerste plantjes, zeg maar. Oké. Okay. Is het al beschikbaar voor... Nee, nog niet. Het zijn echt de eerste plantjes die van de kweek komen. Oké, okay, dus moet even een jaartje wachten waarschijnlijk. Ja, zoiets ongeveer. Ja, 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 ja. Ja. Maar het gaat er wel zeker aan zitten te komen. En ook voor in de zomer of iets dergelijks. Ja, het is natuurlijk gewoon, weet je, het straalt wat vrolijkheid uit. Net als absoluut. Eigenlijk de Sun-Up snijbloem. Ja. Het is ook leuk, hè? Al die kleurtjes. Dat is echt superleuk. Kijk, ik trek hem er even uit. Kijk, MX-treetje. Ja. Ja, mensen, dit is toch helemaal geen najaarsproduct meer. Ik kan natuurlijk in de commentaren wat anders zeggen, maar voor mij is dit superleuk. En dan zie ik eronder, daar valt mijn oog gelijk op. Ja. Ik zie een bonte Alstroemeria, of is het een Florinka, of wat is dat? Nee, ja, kijk... dat veredeling... Colorita. Veredeling, dat gaat zeg maar een beetje heen en weer tussen mm-hmm. potplant en snijbloemen. Nou, in dit geval is de potplant de Colorita. Mm-hmm. Die heeft een variegatum blad, dus zeg maar een tweekleurig blad. Mm-hmm. Nou, sowieso, de pot Alstroemeria zie je niet superveel in, weet ik het waar, zeg maar. Je ziet hem niet veel in het consumentenvak, zeg maar. Maar hij is eigenlijk super mooi. Hij komt, blijft maar opkomen. Ik heb hem thuis ook staan. Het is echt niet normaal. Eén zee aan bloemen. En blijft dat doorbloeien? Of is ja. dat? Ja. Okay, ja, gaaf. Zeg maar, als je hem een klein beetje afdekt in de winter, is het gewoon een vaste plant. Ja. En je ziet ook al, zeg maar, als je kijkt hoeveel bloemen hierin zitten en wat er nog aan zit te komen. Kijk, dan ga je echt een beetje, zeg maar, als je hem zo ziet, dan heb je al iets meer een beeld wat er aan... aan de presentatie waar het in zit, zeg maar. Ken ik helemaal niet, joh. Nou ja, precies, daarom. En hoe komt dat we dat niet kennen? Is dat nog een hele lage productie? Wordt er nog weinig van geteeld? Of ja, het is ook... Gaat dat naar het buitenland vooral? Er gaat ook wel wat naar het buitenland natuurlijk. Ja,
Goeie vraag, hoe weten we het niet? We merken ook dat het heel veel als nieuw gezien wordt. Mm-hmm. Dus wellicht dat er ook voor ons nog een taak ligt. Dus bij deze... Is dat al een paar jaar op de markt dan? Of, Dit is al wel een paar jaar op de markt, ja. Tja. God. En het maakt het ook wel extra speciaal dat je nog zeg maar een tweekleurig blad hebt. Ja. Dat maakt het leuk. En wat het ook nog heel gaaf maakt, ik weet niet... Nogmaals een keer de kruising tussen potlood en snijbloemen. Dit is de Charmelita. Die hebben we in twee kleuren. Dat is eigenlijk de potplantversie van de Charmelia. Ja? Van de Charmelia Alstroemeria Florinca. Charmelia, mensen, even luisteren. Nee, dan ga ik het officieel ook doen. Dan gaan we toch even over witte snijbloemen hebben. Want ik wil het eigenlijk bewaren tot dinsdag. Want je hebt Alstroemeria. Ja. Je hebt Florinca. Ja. En je hebt Charmelia. Klopt. En dat zijn eigenlijk drie verschillende productgroepen. Eigenlijk niet. Nee, dat ga ik alweer missen. Het is dus dezelfde productgroep, maar het zijn verschillende cultivars. Ja, maar ik ben blij dat je het zegt, want dan hebben wij ons werk goed gedaan. Ja. Je hebt de Alstroemeria, dat is de hoofdgroep. Ja. Onder de Alstroemeria valt de enkelbloemige Alstroemeria en de Florinca. De Florinca is zeg maar het vertakte type. Ja. En de Florinca, daar is dat ga ik onthouden, ja? Daar is een bepaald segment, zeg maar, hebben wij in het begin in de markt gezet. Ja. Met Charmelia. Ja. En eigenlijk iedereen, dat is wel leuk, iedereen zegt Charmelia, dat is Alstroemeria Florinca. Ja. Maar eigenlijk is Alstroemeria Florinca, dat is, dan moet ik het goed zeggen, Charmelia is Alstroemeria Florinca. Zo zit er zeg maar de volgorde. Charmelia is, oké. Nou, volg het nog? Nee. Het is ook veel te vroeg, joh. Maar dat maakt niet uit, daar gaan we het later nog een keer over hebben. Maar dit is dus de potplantenversie, deze is in het wit. En als je heel... snel met me meeloopt? Ja, ik ga heel snel mee. Dan hebben we heel hier... eind lopen naar de andere kant van de vier trials. Oh, wauw. Dan hebben we er hier ook nog eentje. Ik ben bang dat ik de halve decoratie hier sloop. Ah, joh, trek dat vlaggetje eruit, joh. Kijk, dan is dit de andere versie. Dit is mooi, zeg. Ja, dat zijn mooie kleur echt... is dit, zeg. Ja, het is, ik weet niet wat voor kleur het precies is. Dus het is ook niet echt te definiëren, maar dat maar maakt komt er meer kleur op? Nee, dit is het, hè, toch? Ja, kijk, zo komt het uiteindelijk een bloemetje. Dat is wel heel mooi, hoor. Ja. Dus dat is, En er wordt zelfs een Alstroemeria-sectie, denk ik. Ja? Of een Charmelia-potplanten... Een Charmelia. Charmelita. Of een Way Florinca. Ja. Nee, dat is het niet, hè? Nou, in de potplanten bestaat het niet echt. Ik denk ook niet dat het... En dan zie ik hier een doosje met de Caracas, is dat, hè? Is die van jullie, de Way Caracas? Ja, de Deep Purple. Het is bij water drinken veel gepakt, joh. Dit zijn natuurlijk, omdat het ook niet zulke hele dure plantjes zijn, hè? Maar je hebt er eigenlijk al heel veel, hebt heel veel bloem. Het is een dankbaar, het knalt er ook echt uit. Ja. En wat ook wel gewoon heel leuk is, is dat je zeg maar, als marketeer en als kweker en als je met z'n allen de koppen bij elkaar steekt zeg maar, en je gaat iets beetpakken zoals een Deep Purple. Dat je gewoon hele leuke projecten daarmee kan doen. Het is een rondreizend circus zeg maar, door het land af en toe. Ik pak hem er even uit. Ja, tuurlijk. Ik vind hem wel echt... Ze zijn heel compact, hè? Ja. En ze hebben een beetje... Hebben ze dat altijd eigenlijk? Dat beetje rode op dat bladeren? Dat wordt inderdaad wel eens gezegd van... dat zou kunnen betekenen dat ze niet helemaal lekker in hun jasje zitten. Nou, dat is... Of juist te goed. Ja, dat zou ook kunnen. Maar inderdaad, dat pigment heeft hij een beetje in zijn blad. Ja. En dat heeft niks te maken met de kwaliteit of iets dergelijks. Nee, dat heeft gewoon eigenlijk gewoon te maken met het pigment ervan. Super. En dat super. Hoort erbij. Super. En dan zien we hier nog andere soorten celosia staan. Ja, inderdaad. Dat is, zijn dit, de... is dit nieuw? Ik geef hem even... Nee, het is niet zozeer nieuw. Het is gewoon het andere spectrum, zeg maar. Van, je hebt een beetje de pluim Charmelia en dit is de... Ja, ik noem het altijd een beetje de hersenachtige... Ja, de celosia. Ja, de celosia. Celosia. Gaaf hoor. En gaaf. Die past ook nog in ons productportfolio. En wat is dat met dat Skyfall eigenlijk? Ik moet gelijk aan... Adele James, denken. Aan James Bond, toch? Ja. Nou, dat is het niet. Is een merk van Van Santen? Ja, inderdaad. We hebben, zoals je ziet, zeg maar, het is hier ook een grisante... grisantenlijn. Ja, inderdaad. En daar hebben we ook een rondreizend circus van. Vandaar ook bijvoorbeeld dit aanhangertje. Uh-huh. En dan gaan we wel eens langs, dat we gewoon opzetten. Langs exporteurs zetten we een paar planten erin. En dan gaan we gewoon even een bakkie doen, hè, zoals dat binnen de bloemen heet. Ik zie hier nog wat celosiaatjes staan. Is dit? Dit is ook wel mooi, zeg. Ja. Het is een beetje alien. Dit is wat de gaaf. Virosa. Virosa? De Virosa? Ja.
Ja. Wauw, wat een plan zeg. En ja, dit is wel een nieuw kleurtje, zeg maar. Een nieuwe uitstraling en een nieuwe... Ja, ik weet je, het knalt er altijd uit. En ja. Dat doet ook deze gewoon super. En het ziet er heel sterk uit. Ja. Superleuk. Het is ook echt een mooie, compacte plant. Ja. Een mooie hoop bloemen erop. Superleuk. Superleuk. Dus dat, en dat wordt bij Hollandse telers geteeld dit? Ik kijk even opzij. Ja, ja, ja. Ja. Ja, het is, mensen moeten weten, je Wouter is geen, in tegenstelling tot ik, geen plantenman. Het is de snijbloemenman. En daar gaan we dinsdag verder over hebben, over de snijbloemen van Royal van Santen. Ja. Dus er wordt van achteren af en toe een beetje ingefluisterd wat het precies is. Ja, gelukkig hè? Gelukkig wel, ja. Gelukkig wel. Ja, en nu eigenlijk wil ik toch gaan naar... ja, ik weet er waar je heen wil, denk ik. Ik zag hem staan en ik denk van, wat de... Dat dacht ik. Want wat is dit, zeg? Nou ja, zoals bekend... Eventjes pakken dat ik hem goed zonder achtergrond... Wacht even, ik ga gewoon zo staan. Nee, hou me lekker vast. Maar ik ga hem gewoon zo met een leuke kas op de achtergrond. Ja, precies. Dit is een limonium. Ja. En kijk eens naar het blad, mensen. Dat blad is echt... Daar zit, je kan het... Ja, ik weet niet of je het durft, aandurft. Het zout. Ja? Het is zout. Dit is de limonium Salt Lake. Ja. En dit is een limonium en die scheidt ook echt zout uit op zijn blad. Ja. En er zitten een paar voordelen aan zowel limonium en statisch snijbloemen als potplanten. Ze zijn heel makkelijk en biologisch et cetera te telen. Je hebt weinig middelen nodig, je hebt weinig verwarming nodig, je hebt... het is ideaal. Mm-hmm. En doordat het zout op het blad komt, trekt het ook nog eens heel veel bijen aan en andere insecten, et cetera. Nou, dat zijn... Specifiek voor dat zout, want natuurlijk bijen en andere insecten hebben ook zout nodig. Ja, het, inderdaad. Nodig hebben. Ja. En het kan ook een bron zijn van, hè, als het heel warm is, dat je dat daar toch nog kan vinden. Ja. Dus dat is ook echt hoe dat in de markt gezet is. We hebben het ook op de flauwtruis gehad in een hele, vlinderkas hier, zeg maar. Uh-huh. Waar met dit product erin. Dat was geloof ik 2 jaar terug. Dit is al 2 jaar op de markt? Ja. Nou, dat wil ik langer? Graag... Langer. Langer al? Langer. Dan zou ik toch aan de vooral bloemisten die kijken willen vragen om in de commentaren even te zeggen. Ken je de Salt Lake Limonium ja of nee? Want ik denk wel eens dat ik alles ken. Ik loop heel vaak bij Waterdrinker en bij andere groothandels. En ik moet eerlijk zeggen, dat hele bloeiende gebeuren, daar kijk ik toch minder naar dan naar mm-hmm. zeg maar buiten. En dat is, dit is natuurlijk wel buiten, maar dit staat bij je Waterdrinker dan bij je bloeiend binnen, denk ik. Nee, dat staat ook bij bloeiend binnen. Het staat bij de tuinhandel? Als ze er staan. Het is ook een vaste plant als je hem afdekt. Hè? Ja. Ed Mol van Waterdrinker, ik weet dat je kijkt. Dit is toch wel iets wat misschien met een leuke presentatiekast bij Waterdrinker. Absoluut. Kijk, we gaan meteen een belletje eraan halen. Ja, precies. Ja, dit is toch wel echt heel bijzonder. En wat is dit nu te krijgen? Is dit nu het seizoen of is dat later in de zomer? Nee, het is gewoon nu te krijgen. Ja, en dat houdt absoluut. Een beetje op midden in de zomer, denk ik, beschikbaarheid. Ja, ik kijk de hele tijd. Doe het wat subtieler, man. Doe het wat subtieler. Hey, jij zit al een hele tijd eigenlijk in de Seattle, Wouter, maar je bent nog niet zo oud. Nee. Hoe oud ben je? Dat weet ik niet of jij mij oud vindt. Ik ben 26. Ik vind jou jong natuurlijk. Ik ben 26. Nou, ik ben net 47 geworden en ik was helemaal depressief, want ik ga richting de 50. Ja. En dat is, dat is niet makkelijk voor me. Maar jij bent 26. Ik ken jou nog van Young Child blog. Wat je deed bij De Gooier. Ja. En nu werk je al een tijdje voor Royal van Santen. Ik ben jou toen ik bij Parfum werkte een paar keer in het buitenland tegengekomen. Ja. In Cash & Caddies. Ja. Daar ging je met de Charmelia de wereld rond. Hoe lang zit je nu bij Royal van Santen? Ik zit nu ongeveer 2,5 jaar bij Royal van Santen. En daarvoor kom je bij De Gooier International vandaan. Ja. Hoe lang heb je daar gewerkt? Een jaartje of 5 al met al. Waarom ben jij in de Seatelt gegaan eigenlijk? Een goede vraag. Is dat toeval? Nee. Ja, het is toch een beetje met de paplepel ingegoten, zeg maar, vanaf thuis. Uh-huh. Dus daar was al wel de binding mee. Je heet natuurlijk Jongkind, hè? Ja, Jongkind. Nou, dat is, in Aalsmeer doet dat alle alarmbellen ringen. Ik ken alleen maar Jongkind Potgrond.
Ja, er zijn er meer. Maar er zijn er heel veel. Er zijn er echt heel veel. Ja. En ja. Allemaal een beetje telerfamilie, kwekerfamilie? Ja, vroeger inderdaad wel. In Aalsmeer was het echt een telersnaam. Je hebt Evelijn, Spaargaar en Jonkind. Ja, ja. En overal weet je, ik ben ook een keer in Miami geweest en toen zei ik ben Wouter Jonkind. Toen zei ze, oh van die, ja, nou, dat ja. Dus. Ja, ja. Dus ja, het is echt een telersachtergrond. En is dat ben jij per toeval in de Seatelt gerold of heb je er wel echt voor gekozen? Nee, ik heb er wel echt voor gekozen, maar ik begon zeg maar met je vakantiebaantje, weet je wel. Dan begin je met bij een exporteur, heb ik bij ABLO gewerkt. Karren bouwen? Ja, dat soort dingen, inpakken, karren bouwen, weet je wel. En zo rol je op een gegeven moment het wereldje in. Uh-huh. En dan kies je een opleiding om dat te doen. En, uiteindelijk... en wat voor opleiding heb je gedaan? Nou, ik ben nu eigenlijk nog, ik heb MBO tuinbouwschool in Aalsmeer gedaan. Uh-huh. En ik ben nu echt over 2 weken, 3 weken ben ik aan het afstuderen in Dronten. Uh-huh. Om agribusiness af te ronden. Dus dat doe ik nog 1 middag in de week. En wat is je specialisme daarin, in agribusiness? Nou ja, echt gewoon bedrijfskunde. Dus ja, het is echt heel breed. Van circulaire economie tot echt keiharde financiële zaken, zeg maar. Dus dat doen we er ook nog bij. Gefeliciteerd alvast, want dat gaat je lukken, denk ik. Ja, dat mag ik hopen, ja. Ja, ja, okay. Als ik het nou 4 jaar heb gedaan en in de laatste 2 weken laat liggen, dan... Precies. Ja. Wauw. Hey, ik ga even door op jou persoonlijk als je het niet erg vindt. Want ik vind het gewoon heel leuk om echt jonge mensen te zien in de Seatelt. En je zit in een toonaangevend bedrijf. Hè? Je Royal Zeker. Van Zanten, de naam zegt het al, is een hele oud Hollands veredelingsbedrijf. Ja. Je mag best trots zijn dat je daar werkt, denk ik. Absoluut. Er is een heleboel mogelijk, ook in je verdere carrière. Ja. Als jij nou van bovenaf macro naar de Seatelt kijkt, wat zijn dan dingen die jou het... storen is misschien te negatief, maar waar is er voor jou, denk ik, snel ruimte om te verbeteren? Ik vind dat we eigenlijk als sector dat we eigenlijk meer zouden moeten kijken naar bijvoorbeeld wat buitenstaanders daarvan vinden. We zijn heel erg intern gericht in onze wereld. Ja? Als we iets meer uit zouden zoomen, als we iets meer andere bedrijfstakken of andere branches daarbij zouden betrekken en daarin de verbinding op zouden zoeken, dan denk ik dat we ook sneller gaan ontwikkelen. Als je kijkt bijvoorbeeld de afgelopen coronatijd, als ik zie wat voor initiatieven er genomen zijn en wat voor hulp er ook van buiten de sector is gekomen, dan vind ik dat super, super mooi en daar kunnen we ook echt als sector mee vooruit. En ik denk dat we die verbinding meer op moeten zoeken om ook echt snellere stappen te maken naar wat? Zeg het maar. Maar verbindingen met andere sectoren bedoel je dan? Ja, ja ik bedoel noem het maar op, weet je wel. Ik doe zelf marketing, qua dat, maar ook qua technologie, dat soort zaken allemaal. Want als ik zit er natuurlijk al wat langer in. Ikzelf heb een beetje een rare carrière gehad. Ik heb een bloemenwinkeltje gehad. Ik heb bij een hele goede bloemist gewerkt in Amsterdam. Ik ben toen bij Waterdingen terechtgekomen. Uiteindelijk ben ik een beetje marketingdingetjes gaan oppakken. Mm-hmm. Ik verbaas me juist over dat als je het op kwekerniveau, veredelingsniveau kijkt, het is zo'n hoogtechnologische... Ja. En uiteindelijk dan hoe dat dan in de markt moet worden gezet. Nou, dat gaat dan via. Dat ging vroeger eigenlijk altijd via de klok. Hè? Dan bereikte je de hele wereld mee. Nu is iedereen een beetje zoekende. Hè? Hoe Inderdaad. Kom ik nou? En hoe kan het nou dat ik of all people dit niet ken? Ja, moet ik zeggen dat limonium is nou niet echt het eerste waar ik aan denk als ik aan bloemen en planten denk. Maar als ik dit zo zie en ik hoor jou het verhaal vertellen over het zout op het blad. Ja. En ik vind het ook gewoon een hele leuke plant. Ik vind het echt ook een plant die. Volgens mij heel goed past in het beetje bohemium van nu. Hij is een beetje grijs, hij is echt anders. Ja. Hoe kan het nou dat ik dat niet ken? Nou ja, kijk... Het is niet dat jullie geen marketing doen. Nee, absoluut niet. Maar goed, dat kan ook. De perceptie is ook een ding. Als wij het niet horen van jou, dan weten wij ook niet dat het er niet is. Hè? Nee, dus, maar op beurzen, er lopen al die inkopers rond. Absoluut. Ik neem aan dat de inkopers van absoluut. De plantengroothandel absoluut. Dit... Ja. Misschien niet mooi vinden dan of zo? Of, dat zou kunnen. Misschien waar, ligt dan het, waar ligt dan het probleem dat ik dit niet ken? Snap je? Is dat in de keten ergens gaat het dan mis? Of? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen dat er een deel informatie niet gedeeld wordt. Dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Maar feit is wel... laat ik het zo zeggen. Ik kan niet zeggen wat ermee gebeurt, maar ik kan wel zeggen dat jij het niet weet. Dus ja. We moeten iets gaan bedenken dat het dus verder in de keten toch nog verspreid wordt. Ja.
Ja. Dus in die zin, weet je, kijk, als je praat met mensen en als je we zijn elkaar wel eens in, we hebben wel eens om 4 uur 's ochtends in een cash and carry in Lyon. Als je die mensen spreekt en als je daar het idee krijgt van ja, wat is hot, wat is niet, wat kennen ze, wat niet. Zoals wij nu ook dit gesprek hebben, dan kom je verder. En dan weet je ook hoe mensen dingen beleven en hoe mensen dingen oppakken. En dat kan binnen de branche, maar het kan ook zijn als branche overstijgend van hoe kijken mensen tegen de branche aan. Ja. En ik vind dat we daar ook nog wel een rol in hebben om op te pakken, zeg maar. Ja, want in mijn beleving, hè, als ik dan terugkijk naar dat Charmelia-proces, daar is vanuit Royal van Zanten echt op ingezet. Zeker. Dus heel veel aandacht en dus ook geld aan besteed. Ja. Maar dat is wel een product dat volgens mij redelijk gelukt is. Zeker. Weet je? En, dus het kan wel, maar jij bent daarvoor wel maandenlang na allemaal cash and carries door heel de wereld gereisd. Nou ja, goed, er zat ook nog een traject voor, want hij is in principe, dit wordt het 16 jaar, geloof ik, of 17 jaar bijna dat hij op de markt is. Ja. Dus het is niet. Inderdaad, een rondje langs de velden en dat soort zaken door heel Europa tot aan Siberië aan toe, zeg maar. Ja, dat hoort er wel bij. En dat moet je echt doen om mensen te activeren en mensen te enthousiasmeren. En dat is met dit product bijvoorbeeld ook. Ja, ik krijg nou van Lucas Jansen van Flower Academy natuurlijk. Kijk. Arnold, je kent hem niet, dat ligt aan jou. Dat ligt zeker aan mij, Lucas. Dat ligt zeker aan mij. Dus, Lucas die weet ervan, hè? Ja, maar Lucas kent alles. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon niet eerlijk. Kijk, dit is toch prachtig, mensen. Nou, superleuk. Is er iets wat je de sector zou willen meegeven? Is er iets wat je, zeg maar, de bloemist zou willen meegeven, de handelaar, de kweker en misschien jezelf. Dat zijn denk ik de 4, of de retailer moet ik misschien kijken, want jullie leveren natuurlijk ook aan partijen die zeg maar grote retailers leveren. Ja. Maar voor mij is de bloemist bestaat ook al niet, want je hebt heel veel verschillende soorten bloemist en dan per land of per regio zijn ze ook nog heel anders. Maar wat vind jij dat bijvoorbeeld bloemisten beter hun best moeten doen om erachter te komen wat er is? Of vind je dat meer de taak van de handel of juist van de kweker veredelaar? Nou, ik denk dat we daar allemaal een taak in hebben. We willen, kijk, we willen met de product die we maken, daar zijn we allemaal onwijs trots op. Hè? Van veredelaar tot teler tot bloemist. Iedereen die met bloemen of met planten werkt, die wordt daar blij van, die wordt daar vrolijk van en die heeft daar passie voor. Ja. En ik vind dat het ligt niet aan één iemand of weet ik veel wat, wie dat op zich moet pakken. Nee, daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. We zijn ook met z'n allen verantwoordelijk om geld te verdienen. Ja. Veredelaar doet dat, teler doet dat. En zo werken we allemaal met elkaar. En ik denk dat we daarin echt meer kunnen verbinden nog. En ik zeg niet dat dat bij één partij ligt of één schakel. Zoals dit ook, weet je. Als ik nou weet van in België bijvoorbeeld kennen ze dit helemaal niet. Nee. Dan moeten we gewoon naar België gaan. Ja. En dan is de hoop voor ons daar dat we dat goed aankondigen en dat mensen daarop afkomen. Dus ik vind het wel inderdaad, ik ben het met jou eens als je zegt van nou, er zou meer informatie gedeeld moeten worden met alle schakels en met iedereen. Maar daar heeft iedereen zijn taak in. En wij net zo hard als een bloemist of als een handelaar. Is het misschien een idee voor volgend jaar als er weer Flower Trials zijn, hè? Als die week weer kan? Ja. Dat in plaats van de focus te hebben op de handel en de kweker, misschien ook meer focus komt op de bloemistenwinkeliers. En die zijn natuurlijk heel moeilijk te activeren, want die zitten in hun winkel, druk. Ja. Maar ik weet nog dat ik vorig jaar op de Flower Trials liep en dat je denkt van, het is toch ongelooflijk wat er allemaal komt en wat er eigenlijk ook al is. En wat er is, zoals dit, wat er dus al een paar jaar is. En Lucas, ik weet dat het aan mij ligt, maar ik kende hem niet, sorry. En dus misschien kunnen we daar eens met de sector over gaan nadenken hoe we die bloemistengroep, die internationale bloemistengroep, misschien beter betrekken. Want ik denk dat het voor een veredelaar in de selectie ook keuzes maken van gaan we dit wel of niet doen. Dat natuurlijk super relevant is om van een bloemist te horen wat hij ervan denkt. Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Ja. Laten we het daar eens over hebben om dat voor volgend jaar op te zetten. En een bloemisten misschien een avond, soort ik noem maar wat. Want ik kan me zo voorstellen dat echt wel bloemisten zijn die heel hard bezig zijn met zich te onderscheiden van
de bouwmarkt en de supermarkt, maar ook te onderscheiden van andere bloemisten. En echt op zoek zijn naar toch wat specialere dingen. Ja. En ik denk dat het voor jullie interessant is om dingen die nieuw zijn, misschien eerst in een test weg te zetten bij bepaalde bloemistenwinkeliers. Ja, dat zou kunnen. Daar, kijk, laat ik het zo zeggen. Daar maken we altijd vaak het 1-2'tje met de kweker. Hè? Dus vaak, zeker met potplanten, werken we heel nauw samen met telers. Ook met snijbloemen overigens. Maar om, om daar de juiste balans in te vinden. Dus ja, wat dat betreft, Ja, want die, kijk, voor mij is die teler of kweker, dat heeft... Vorige week heeft Urjan Hulshoff van de Ruiten Innovations me uitgelegd dat er een verschil is tussen, voor hem is een kweker diegene die zeg maar plug groeit en de teler is die het afkweekt. Ja, zeg precies. Maar. Dus bij mij is nu teler kweker ook helemaal een dat begrip dat ik niet meer weet wat het is. Maar die kweker, dus die teler, zeg maar die het afkweekt, die is alleen maar bezig met de allermooiste planten of bloemen te maken. Die hebben meestal van marketing... Ja, sommigen kunnen het wel, sommigen kunnen het niet. Maar hoe bereik je dan iedereen? Dat is natuurlijk super moeilijk. Ja. Terwijl tijdens zo'n flower trials of op... ik denk dat dat wel het moment is dat je... nog beter dan de trade fairs, wat toch meer echt een B2B inkoper ding is. Dat juist die flower trials het uitgelezen moment is om... Zeker. Ook die bloemisten te betrekken bij wat je Ik wil wel één ding verbeteren wat jij zegt, want... Jij zei van nou, bijvoorbeeld kwekers met marketing en dergelijke. Ja. Eigenlijk alles wat wij hier doen, zeg maar met potplanten, dat doen we echt in combinatie met de kweker. En of dan de kweker, de ene heeft wat meer kennis van dat, de ander van dat. Als je dat bundelt, dan ga je wel samen de boer op. Dus om nu te zeggen... Nee, dat snap ik ook wel. En natuurlijk... Recht door zee van... daar zit echt wel een ommezwaai in, ook zeg maar als je kijkt 10 jaar geleden en nu. Ja, en het is natuurlijk zo dat een plant is meer een eindproduct dan een snijbloem. Ja. Een snijbloem is maar een halffabrikaat. Soms. En, maar voor een bloemist zijn planten ook vaak halffabrikaten. Ja. Want die doen daar zelf wat mee. Klopt. Dus die halen zeg maar concept eraf en die maken er een eigen concept van. En dat is wat die bloemistenwinkelier ook het mogelijk maakt om zich te onderscheiden van de anderen. Absoluut. Dus voor mij spelen wel de, zeg maar, de bij tuincentrum planten, yeah. de, zeg maar conceptmatige dingen die jullie maken. Yeah. En dat gaat heel goed, denk ik. Ik denk dat je als je dat... Dus ik wil kwekers ook niet het tekort doen, absoluut niet. Want ik denk dat als ik in het tuincentrum loop, denk ik van wauw, weet je. Zeker. Ik was bij orchideekweker Optiflor een tijd geleden. Als je kijkt hoe die conceptmatig bedenken en wat ook door bloemisten wordt gekocht, super. Maar... Ik denk wel dat, dat zijn verschillende... het feit dat ik dit niet ken, dat irriteert me gewoon. Maar dan heb je het gewoon over verschillende segmenten. En dat is goed dat er is. Tuurlijk, dan blijf je dat onderscheidende vermogen kunnen houden. Ja. En dan kun je daar ook daar kun je wat verschillends mee. Ja, absoluut. Ja. En dit kan daar een voorbeeld van zijn. Ja, ja absoluut. Nou, helemaal super, Wouter. Ik denk dat niemand deze nu meer vergeet. Ik hoop, tenminste die kijken en gaan kijken, die vergeten niet dat dit Salt Lake Limonium is. En het mooie van dit product, want dat is wel leuk om mee af te sluiten. Even het kaartje er mooi op. Het trekt insecten aan. En dat komt, mensen, omdat op het blad zout zit. Zout dus zit. Die plant scheidt zout uit. Yes. Nou, dat is een mooi einde. Dat is een mooie uitsmijter, hè? Ik zie jou dinsdag aanstaande weer. Dan zijn we bij de bloemen. Yes. Er staat er niemand achter je aanwijzingen geven, dan mag je het helemaal zelf doen. Super. Dus ik heb al een beetje knik in de knietjes. Nou, ik vond het ontzettend leuk om je te zien en hier te zijn. Dank dat jullie gekeken hebben en dat je er was. Ja, indrukwekkend. Ja, altijd. Mensen, tot dinsdag. En het is pas donderdag, toch alvast een heerlijk weekend. Yes. Dag mensen.